we staan hier in Goes en waar zijn we eigenlijk? We zijn op het plein. Grote markt. Grote markt van Goes. En wat is hier te doen? Helemaal niks. Dus er is helemaal niks te doen. Er is nooit iets te doen. Nee, okay. Het is maandag. We kijken naar het weer voor Goes. En dan alleen voor Goes? Nee, voor het Goes Lyceum. Wat denk je wat voor weer het er wordt daar? Ja, ik denk dat het zonnig weer wordt. Ja, is het altijd zonnig op Goes? Ja, het is altijd zonnig. Zie jij wel eens wolkjes? Bijna nooit. Wolkjes op het Goes? Nee, dat kennen we niet daar. Donderbuien van docenten? Ja, die komen vaak voor. Ja, die zijn er wel. Ja, zeker wel. Dat is, het is bijna eigenlijk dagelijks dat er een donderbui is. En tranen, regendruppels? Oh, dat valt ook heel erg vaak, ja. Ja? Ja. Okay. Maar verwachting voor vandaag? Ja, de zon. Alleen maar zonnestralen. Zoals zon, gewoon. Weinig donder, want wij zijn niet op school. Nee, daarom. En nog even. Heeft Trudy ook geen baard? Oh nee, dan mag de barbecue-verwachting voor vandaag. Wij geven het een 4. Een 4, ja. Die kunnen we wel hebben, ja. En wat hebben we nog meer? Fietsweer. Fietsweer, Joshua? Ja, ik denk een 6. Ja, een zesje. Een zesje. Een beetje vorst en het is eigenlijk allemaal weer... Ja. Oké. Okay. Ja. Goed. Vanuit Goes zeggen wij... Hoi!